Hey, hallo allemaal. Het is weer eind september. Dat wil zeggen dat er weer een grote nieuwe voetbalgame in de winkel ligt. FIFA 20 dit jaar natuurlijk. Het leek mij een perfect moment om even terug te blikken op alle voetbalgames die ik in het verleden gespeeld heb. Ik heb een selectie gemaakt uit mijn hoofd van de games die ik me nog kon herinneren. Er zitten games bij voor de NES, voor de SNES, voor de PC, voor de PlayStation 1, 2, GameCube. Op al die platformen heb ik ooit voetbalgames gespeeld en het leek me tof om die eens op een rijtje te zetten. Laat me zeker weten welke games jullie tof vonden uit de geschiedenis van de voetbalgames. Games die ik misschien zelf helemaal vergeten ben of die misschien ook wel op mijn lijstje stonden. In ieder geval veel plezier met het overzicht van de games. De eerste voetbalgame die ik mij kan herinneren was World Cup Soccer op de NES, de Nintendo 8-bit console. Waarom ik mij die herinner is vooral omdat het een hele ludieke voetbalgame was. Je speelde gewoon zonder scheidsrechters. Je kon tackelen en fouten maken zoveel je wou. Die spelers bleven dan op een bepaald moment ook, zoals je hier ziet, gewoon dood op het veld liggen. En je had ook supermoves in die game. Dus eigenlijk best een uitgebreide voetbalgame voor die tijd. Dit is zo'n supermove. Je kon van de andere kant van het veld naar de overkant scoren. Heel coole game. Dan komen we bij Sensible Soccer, een top-down voetbalgame die ik op de PC ooit gespeeld heb, maar die is ook op de Amiga uitgekomen, denk ik. Ja, was eigenlijk wel best een goede game qua gameplay, niet zozeer qua graphics natuurlijk. Dan hebben we de eerste FIFA op de Super Nintendo, kan ik mij die herinneren. Ja, als je die nu vergelijkt met waar we nu staan, dat is toch een enorm verschil. Geweldig ook hoe dat publiek geanimeerd is. Hoekschoppen moest je toen gewoon zo nemen. Heel apart. Maar toen ook qua gameplay best al wel sterk. Deze is FIFA 98. Eentje die bij heel veel collega's ook is blijven hangen. Ik denk dat dat een periode was waarin heel veel mensen echt actief gingen gamen op de PlayStation 1 ook en de PC toen die tijd. En die game is echt wel bijgebleven. Ook omwille van de soundtrack die toen een belangrijke rol begon te spelen in FIFA games. Dit is even iets helemaal anders. Dat is International Superstar Soccer op de Nintendo 64. Eigenlijk de spirituele voorganger van Pro Evolution Soccer. Een game die het niet moest hebben van de licenties, want dat had hij niet. Maar wat er wel heel sterk was in die game, was de gameplay en de animaties. Het was ook de eerste voetbalgame die ik me kan herinneren die een dieptepas introduceerde. En dat heeft toch het voetbalgenre danig veranderd. En dit is dus die spirituele opvolger van International Superstar Soccer. Dit is PES 6, Pro Evolution Soccer 6. Op de PlayStation 2 hebben we die hier heel veel op kantoor ook gespeeld bij Gamemania. Iedere middag herinner ik mij nog dat we daar zaten te spelen. En dan spreek ik wel over 15 jaar geleden natuurlijk. Maar hier zie je al wel dat voetbalgames aan het vernieuwen waren. Dit is ook qua vernieuwing, of qua atypische voetbalgame kan deze ook wel tellen. Dat is Virtua Striker op de GameCube. Is eigenlijk van oorsprong een arcade game natuurlijk, met een heel aparte stijl, een typische Sega vibe ook, zoals hier met die muziek. Toffe game, maar zeker geen diepgaande voetbalgame, maar eerder echt een arcade game. En dan kan deze ook wel tellen qua aparte camerastandpunten en nieuwe ideeën. Is deze heel bijzonder. Dat is Libero Grande op de PlayStation 1. Totaal nieuw concept, want je bestuurt hier maar één speler. Dus je bent één speler. De camera volgt ook die ene speler. En je bestuurt dus de hele game vanuit dat standpunt. De camera volgt ook de bal. Maar je bent heel afhankelijk ook van je ploegmaten en je tactiek op die manier. Ja, best wel origineel en eigenlijk nog wel een toffe game toen, maar niet echt een game die de geschiedenis heeft doorstaan of die nog een lang leven kreeg achteraf. En dan was er in een periode rond het jaar 2000, begin half 2000 denk ik, dat er best wel wat van die fun sports games kwamen. FIFA Street was daar eentje van, maar ook NFL Street. Je kreeg deze Sega Soccer Slam op de GameCube, was die eerst uitgekomen, daarna ook op de PlayStation en de Xbox. En dat was een beetje de comic-stijl voetbal, 3-3 of 4-4, special moves, geen scheidsrechter, alles kan en alles mocht.
En dat had wel iets. Ik vond dat wel toffe games toen in die periode. Daarna is ook Nintendo nog gekomen met deze Mario Strikers op de GameCube. Eigenlijk ook een heel toffe voetbalgame. Natuurlijk niet te vergelijken met de FIFA-games of zo. Dus als je op zoek was naar realisme, dan was dit niks voor jou. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel tof om te spelen qua gameplay. En ik zou graag eigenlijk nog wel eens zo'n game terugzien, bijvoorbeeld op de Nintendo Switch. Hi there, and welcome to FIFA 09 Ultimate Team. A brand new game that allows you to play football like never before. The new game lets you build, train and manage your ultimate team by buying packs and trading online with thousands of other gamers. Each time you play a game, you'll earn coins that you can use to buy packs. Dit is dus FIFA 09. Sprak voor zich, denk ik, die introductie. Dat was de eerste keer dat FIFA Ultimate Team geïntroduceerd werd. Toen nog heel anders dan wat het nu is, maar ja, in die afgelopen 11 jaar dus enorm gegroeid. En FIFA 09 was ook wel best wel een goede FIFA-game, voor zover ik mij nog herinner in ieder geval. Die heb ik best ook nog wel veel gespeeld, omwille van Ultimate Team toen ook. En dit is hem dan, hè, de nieuwe FIFA 20, beelden van de demo-versie nog. Maar ja, die ligt dus, die kan je dus vanaf vrijdag 27 september kan je daarmee aan de slag. En zoals je hier al ziet, die animaties, die beelden, dat is fenomenaal hoe ver we al gekomen zijn als je dat vergelijkt met het lijstje van games waar we net doorgelopen zijn. Dus ik vind dat echt ieder jaar opnieuw ongelooflijk om te zien hoe die animaties veranderen en hoe die gameplay ook telkens toch weer iets verandert. De eerste keer dat je een nieuwe FIFA-game speelt, heb je altijd het gevoel van is dit nu wel, ja, het is weer anders, is het echt wel beter? En dan na een tiental potjes of zo, dan heb je wel door dat dit weer de betere nieuwe FIFA wordt. Zo, dat was het. Dat was mijn lijstje van voetbalgames die ik mij zo kon herinneren. Ik hoop dat jullie in het verleden uiteraard ook al voetbalgames gespeeld hebben. Ik ga ervan uit van wel. Laat me zeker eens weten wat jullie gespeeld hebben. Ik ben best wel benieuwd. Misschien ben ik echt ook compleet reeks vergeten of zo. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval heel benieuwd naar wat jullie de leukste voetbalgame uit het verleden vonden. En ja, laat het ook weten. Als jullie dit soort filmpjes graag zien, dan gaan we die proberen nog meer te maken. Bedankt om te kijken. Bye.